Wat gebeurt hier allemaal weer? Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. En Celine, die staat momenteel nog buiten te wachten, want ik ben vandaag de baas, de meester in de klas. Hier staan er 4 banken. In België zeggen we soms ook een lessenaarst. Klaar met een snoepje, met een blaadje, met een balpen. En daar zitten de stoutste leerlingen die ooit al in de school geweest zijn. Jullie mogen binnenkomen. De les gaat beginnen. Alla, jij kan als eerste. Hallo, goedemorgen. Bedankt, hallo. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Mijn naam is Sally. Goedemorgen. Die gsm, die gaan we afgeven. Ik heb nog niks gedaan. Jullie zitten mooi aan tafel. Ja. En de challenge van vandaag is, wie als laatste stopt met schrijven, die wint. Jullie hebben dus allemaal een blaadje. Zodra ik zeg start, schrijven jullie blad vol. Maar de regels zijn, alle woorden moeten op 1 lijn staan. Dus je mag geen 2 lijnen gebruiken om je er snel van af te maken. En alles wat jullie opschrijven, moeten echte woorden zijn. Is het blad vol, mag je even stoppen voor 1 minuut. Kom ik alles controleren, dat er zeker geen rare dingen tussen staan. En daarna begin je aan pagina 2. Je mag dezelfde woorden gebruiken, maar het moet wel een zin zijn. Moet je het aan elkaar schrijven? Nee, je mag ook je pen optillen inderdaad. Maar als ik zie dat jullie echt stoppen met schrijven, is het gedaan. Wat is er net gebeurd? Anna heeft een scheer. Wat? Anna, wil je alsjeblieft op je plaats gaan zitten? Lina is echt een varken. Oh. Laat weten in de reacties welk hand jij gebruikt om te schrijven. Links of rechts. Ben ik klaar? Ja. De challenge start in 3, 2, 1, actie. Wat? Mag ik even weten wat als je... Moet je... Kan er iemand uitleggen nu? Ja. Bro, schrijven. Jullie mogen niet stoppen met schrijven. Wie stopt met schrijven ligt eruit. Anna, niet te lange pauzes nemen, hè. Celine is goed bezig. En ik heb iets heel belangrijk voor jullie, terwijl jullie aan het schrijven zijn. Van de eerste pagina's gaan we ook foto's nemen van jullie. En die komen op onze Instagram-pagina te staan. Dus wat erop staat, gaat gecontroleerd worden door, ik denk toch wel... 7 miljard mensen. Bram, terwijl je schrijft, hoeveel is 8 x 7? 56. Vraag voor Celine. Wat is de hoofdstad van... Polen. Warschau. Vraag voor Celine en Anna antwoord. Anna eruit. Vraagje voor Anna. Welke 3 kleuren heeft de vlag van Duitsland? Zwart. Blijven schrijven, hè. Hallo. Zwart, rood en... Als het fout is, eruit. Zwart, rood en wit. Wat? Ze zegt wit. Ik weet dat toch niet. Dezelfde als België, maar omgedraaid. Wie won het WK voetbal in 1966? Italië. Het duurt misschien als leerkracht iets te lang. Dus we gaan voor een halve pagina, dan krijgen jullie allemaal even rust. Bramski is een wereldster omdat hij ongelooflijk getalenteerd is. Dat is zijn eerste zin. Narcisme ten top. Maar we gaan verder naar Anna. Hallo, ik ben Anna en ik hou van voetbal. Ja, dat is al iets bescheidener. Ik ben Celine. Maar ja, een variatie. Dat is heel creatief. En hier zijn we bij Ize en hier staat... Hallo, ik ben Ize Wiese Woep van Snoep en ik doe mee aan een challenge voor YouTube. Ja, dat is nu niet slecht. Jullie zijn heel goed bezig, maar nu kom ik eens kijken naar de laatste zin die jullie op dit moment hebben. De laatste zin die ik kan lezen is dat ik zelf nog hoog kan geraken. We gaan er samen. Bij Anna is het hoogste wat ik kan lezen. 1 plus 1 is 2, 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 1 plus 1 is 2. Zijn geen woorden. Straks zal de jury oordelen over het lot van Anna. Hier bij Celine staat het hoogste wat ik kan lezen. Amai, dat is eigenlijk het derde lijntje. Ik ben verliefd op Michiel, ik ben verliefd op... En bij Ize, het hoogste wat ik kan lezen is... In... Haha, ik weet niet wat ik moet doen. Ize, jij mag stoppen. Je zit aan de helft. Ik zal al bij jou beginnen controleren. Ja. Dit ziet er heel goed uit. Allemaal woorden. Ize is geslaagd voor ronde 1. Celine zit al 1 lijntje over de helft. Altijd als linkshandig. Je zit gewoon altijd op links. Onze hond heet Trixie. Onze lieve hond heet Trixie. Ben ik klaar? Wanneer gaat deze challenge ooit stoppen? Ja. Ik ben klaar, hè. Anna bepaalt zelf dat ze klaar is. Maar wat zij is dit? Heeft... Maar ik vind dat echt niet in woorden. Nee, dat is geen volzinnen. Wat is dit? Voor dat laatste. Kan je dat nog eens zeggen wat dit is, Anna? Yes. Ja, oké. Oké, je mag in de challenge blijven. Voor die laatste zin mag je erin blijven, maar nu geen rekensommen meer. Hij is er. En Bram heeft inderdaad het kleinste geschrift, waardoor het langer duurt. En Bram die schrijft dat hij voor Real Madrid gaat spelen binnen een aantal jaar. Hopelijk. Oh! Wat? Dat is zo voor Instagram. Ja, kan ik toch ook doen? Sinds wanneer je de leerling dat? Ik heb al een foto op dat. Nee, de meester neemt de foto.
dat is lelijk, dat is scheef. De winnaar krijgt een mooie prijs, by the way. Anna is al aan het slapen, precies. Dan is het vakantie voor jou. Moet je zitten schrijven. Op school. 1 like is 1 steun voor Anna. Ik heb mega veel briefjes van 10 euro. Helemaal echt. De winnaar krijgt alles. Het lijkt klein omdat mijn handen groot zijn. Celine is klaar. Jij krijgt rust tot de laatste klaar is. Dank u. Ik zou even het klaarschrijven. Anna, niet stoppen, hè. Oh. Jij begon. Oh, hello, yeah. Ize, ja. Klaar. Dan krijg je een minuutje pauze. Terwijl Bram en Anna afwerken, zal ik de volgende challenge al voorstellen. Hier is het boek. Anna, in het zwembad. Oh. Ik ga een klein stukje voorlezen en de rest komt straks. De pauze, die is meteen gedaan als Anna. Klaar is, dat heb je als je laatste bent. Maar ik moet wel onze challenge uitleggen. Die tijd heb je wel nog. I am the one. Oké, jullie mogen allemaal een nieuw blad nemen. Ja. Allemaal de pen in jullie slechte hand. Oh. Ik heb al geschreven met links. Ik ga tekst voorlezen. De persoon wie het slechtste geschreven heeft, die ligt eruit. Wat? Ik ga nu voorlezen. Veel succes. 3, 2, 1. Niet te snel. Niet erop, hè. Wordt Anna... is dol blij. Wacht. Ze wacht. Gaat Anna is dol. Samen met stop. Mama blij. Naar Anna is dol blij. Herhaal ik hier. Het zwembad. Nee, doe nog eens. Anna is dol blij en dan in haar zwemtas zitten al. Daarmee. Haar. Wacht. Zwemspullen. Een badpak. Wacht. Nee, ik vind het echt niet eerlijk eigenlijk. Een badmuts. Nee, ik zou iets schrijven. En een handdoek. Punt. Iedereen zit daar dus te schrijven. En ik ga de eerste zin controleren. Anna is dolblij. Dit is het geschrift van Anna. Maar stop. Dit is van Ize. Dit is van Celine. En dit is van Bram. Bram heeft Anna is dolblij helemaal correct. Anna is dolblij is ook bij Celine correct. Anna is dolblij heeft Ize half. En Anna is dolblij heeft Anna op haar manier ook wel juist. De tweede zin. Ze gaat samen met mama naar het zwembad. Oei, oei, oei. Anna is dolblij. Ze gaat samen met mama. Dan is het echt onleesbaar. Sorry, check dit. Dit is echt allemaal onleesbaar. Anna, niet zo'n goede punt. Maar wat? Maar, je hebt wel veel woorden. Dat is het positieve. Ize heeft Anna is dolblij. Het zwembad is mooi. Dit is wat Ize heeft. Minste aantal tekst en wat er staat is fout. Ize, niet goed. Celine. Anna is dolblij. Ze gaat samen met mama naar het zwembad. In haar zwemzak zitten zwemspullen. Ze heeft een handdoek. Dat is tot nu toe wel het beste. Dus Celine blijft sowieso in de challenge. Bram heeft Anna is dolblij. In haar zwemtas zitten al haar zwemspullen. Een badpak, een duikbril. Bram heeft er plots een duikbril van gemaakt. En een handdoek. Maar Bram heeft eigenlijk maar één woord fout. Dus samen met Celine wint hij wel deze ronde. Anna heeft veel meer tekst dan Ize. En wat Ize heeft staan is fout. Dus Ize, jij mag stoppen met schrijven. Want... Jullie mogen even stoppen om Ize een applausje te geven. Wat blij hoor. Ik was veel beter. Ize out. Jullie maar mogen nu verder stressen. Jouw tekstje? Nee. Jullie mogen nu weer verder doen. Maar... We zijn weer 10 minuten verder. Jullie mogen even stoppen met schrijven. Bram die kan er niet genoeg van krijgen. Die blijft gewoon schrijven. En die heeft nog geschreven. De keeper was nog aan het duiken, maar tevergeefs. Die kon er dus in. Ben jij een boek aan het schrijven? Ik ben echt een verhaal aan het maken, man. Daarom wil je verder schrijven. Dat is toch een goed idee. Anna, die schrijft... Bla, 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 bla. Ja, maar hoeveel ruimte is hier tussen? Hallo, echt, dat is een waar. Daar kan inderdaad een vrachtwagen tussen. Jij mag achter hun gaan staan en iedereen krijgt een blinddoek voor een nieuwe challenge. Hey, ik wil die stinky handdoek niet nemen. Anna, als je zo... Jawel, omdat jij bla, bla, bla schrijft... Geef mij pet. Ize gaat een kort dictaatje doen. Wie het slechtste heeft geschreven, die krijgt een straf. Hallo, ik ben
en dan je naam schrijven. En ik doe mee aan een challenge. Het ziet er best oké uit, hoor. Daar ga je niet meer op gaan. Bram voelt dat hij aan het einde zit. Niet van zijn Latijn, maar van zijn blad. Ik zit nu in een klas op een bank. Abonneer, uitroepteken, like. Hoe schrijf je abonneer? Ja, ja. En... peace. Dit is hoe Bram het heeft geschreven. Redelijk goed. Ja. Dit is wat Anna heeft geschreven. En dit is wat Celine heeft geschreven. Blinddoek af. Oh, Anna is geïnteresseerd. Mooi. Nee, Anna, je blijft eraf, hè. En heb je het al gezien van Anna? Nee. Lucky man, ja. Oh, Anna, die moest worden. Nee, Anna, het is een straf. Je ligt er niet. Het is jouw zus. Het is jouw zus. Goh. Anna, het is jouw zus. Wat gebeurt hier allemaal weer? Oh! Nee, Anna! Anna, stop met zo'n woeste zin. Dat was van Bram. Oké, maar ik denk wel dat we kunnen besluiten dat Anna het minste heeft geschreven. In de hoek op straf schrijven. Shokske! De straf voor Anna is, jullie mogen nu weer beginnen schrijven. En vanaf nu schrijft Anna de hele tijd met haar slechte hand. Dat boeit me niet als goed. Als er nu een pauze komt van meer dan 3 seconden, is het gedaan. Doe maar 2 seconden. Ah, 2 seconden. Krijg ik straks 5 seconden overgangtijd om naar een nieuw blad te gaan? Ja, je mag gewoon een nieuw blad nemen en op een vloeiende manier. Als je een keer zo zien wat ik schreef, hè. Ik schreef Anna. Goeie vrouw, goeie overgang. Anna met haar verkeerde hand is meer een krabbelboek, maar ik zie wel woorden. Vanaf nu mag jullie hand of arm niet meer leunen op tafel. Oh. Wat is dit? Een hand. Er mag niets anders de tafel raken dan jouw hand. Ja, nu zie ik ruimte, dat is beter. En wat zie ik hier bij Celine? Oh, die bandjes? Nee, mag niet. Ja, sorry. Nee, mag niet, mag niet, mag niet. Anna is nu al heel raar aan het schrijven. Ize, nu moeten we echt opletten, hè. Maar Anna, ze is aan het krabbelen. Dit is echt niet meer leesbaar. Als je zo nog veel doet, lig je eruit, Anna. Doe eens je best. Doe mijn best. Oké, je mag terug met jouw rechterhand. 12 seconds later. Attentie, attentie, jullie mogen even stoppen met schrijven. Dank u. Ik heb 3 potloden vast. Ik zeg niet welk potlood langer is. Ja. Wow. Ja. Omdat Anna stoutst is, mag zij als laatste, dus jij mag volgende. Oeh. En Anna heeft het laatste. Wow. Jullie mogen nu verder schrijven, heer handen op tafel met potlood. De finale gaat opnieuw met stilo. Anna schrijft maar verder. Anna, wat schrijf je allemaal? Juffrouw Ize, kan je eens checken bij Anna, want het ziet er een beetje raar uit allemaal. Ja, dat zeg je kom, stop. Dat zeg je ook niet meer. Kom eens. Anna, nee, ik zie het van hier. Kijk, als je nu niet mooi... Laatste kans. Ja, ze luistert toch nog. Oh. Oh. Voetbal. Anna is... Ize, wat is Anna aan het doen? Oh, sorry, maar echt waar. Ik heb het wel gezien. Stop. Wat? Ja! Dat is toch niet meer schrijven en om dit? Nee, dat is niet meer schrijven. Nee. Anna, je ligt eruit. Oh, wat doet ze allemaal? Wacht. Wat is ze allemaal aan het doen? Zeker, dat is fijn. Kijk haar blad. Ja, maar ze wil eruit liggen. Een beetje raar wat Anna doet, maar jullie zitten wel in de finale. Hey! Hey! Jullie mogen opnieuw jullie balpennen nemen. Nee, ik doe het niet. Dat is haar plan. Ah. Er is wel echt al heel veel geschreven vandaag. Nu wil ze in een valies. Laat weten hoe je dat in Nederland noemt. Ze heeft een voetbal gevonden. Oh, oh. Oh. Anna, hoe zie jij eruit? Ziet er mooier uit als ervoor. Anna, nee. Anna, je gaat iedereen aanraken. Ondertussen blijft iedereen hier verder schrijven, terwijl op de achtergrond van alles gebeurt. Ik heb een challenge. Ja. Ik heb een finale challenge. Ja. Challenge doen, dat ze... Blijf schrijven. Goh, Ize, Anna, alsjeblieft. Er staan op de deur allemaal dieren en jullie moeten om de deur... Een varken. Jullie moeten om de beurt een dier zeggen en het dier... Wie dat er... Ja, dat is wat? Een dier zegt en als het dier er niet opstaat, ben je oud. Varken. Waar. 2 dingen tegelijk. Ja, yes, Bram, nu jij. Ize, ik luister naar jou, maar Anna luistert niet. Bram, nu jij. Ah! Een koe. Ah! Luister wel! Wat is er allemaal? I am the one. Achter jullie gebeurt er niks, hoor. Er zijn totaal geen 2 mensen aan het vechten. I am the one, the way you turn. I am the one, the way you turn. I am the one, the way. I am. Ik win. Ah, ik slaap me eens wel. Ah! Oh! Anna! Bram! Anna! Hoe dan, Bram? Anna, je zoekt het zelf, hè?
Anna. De finale begint gekker en gekker te worden. Ze worden allebei gefrustreerd door Anna haar gedrag. En Anna die blijft echt irritant. Doe maar, concentreren. Nee, Anna, hoe vaak moet je nog zeggen niet aanraken? Ze doet Oh, dat scheelde 3 centimeter. Bram, die zit bijna aan het einde. Serien ook weer bijna. Daar is de afleider weer. En wat gaat ze nu doen? Hey. Oh! Oh! Ze neemt gewoon al het papier weg. Dat is de eerste slimme zet die je doet vandaag, Anna. Allee, Bram, zijn verhaal. Oh, dat geeft ze aan Bram om te schrijven. Ze heeft nog iets van medelijden. Oh, wat gaat ze doen? Dat stinkt echt, hè. Oei. Oh, wow. Ja, dit is... Hey, hallo? Nee, Anna, je moet er... Hey, hallo, ja, sorry, ja. Maar ik wil verder schrijven, ja, maar Ize, moeten we Anna buiten zetten of wat? Nee. Ja, we gaan nu buiten. Nee. Als je nog één stout tekent, zetten we jou buiten. Dat was niet stout, dat was gewoon blad afpakken. Dat is stout. We hebben een leuke finale challenge. Anna die heeft daar allemaal cijfers. En Anna gaat altijd wijzen naar een cijfer. En zij moeten ondersnelst zeggen welk cijfer het is, maar wel blijven schrijven. Doe maar. 23. Oeh, Céline was eerst, maar Bram op tijd. 88. Wat is het? Oh, Bram, blijven schrijven, hè. Wat is dit? 58. Ben jij niet meer aan het schrijven? Wat is het? Mijn balpen schrijft niet meer. Oeh, die schrijft niet meer. Huh? Er is wel... Oh, check dit. Dat wil zeggen dat Bram een challenge is. Wacht. Toon eens. Kan jij nog schrijven? Ik kan nog schrijven? Ja, Bram die schrijft nog. Ai. Ja, dus jij was al heel de tijd aan het doen alsof. En jij zei gewoon niks. Dat is wel nog slim, ik had niks door. Hier heb ik 17.000 helemaal echte euro's. En Bram wint! Hey! Maar jullie bedankt om te kijken. Proficiat Bram, goed gedaan, Céline. Slim gedaan in de finale. Deze komen we niet aan het doen, maar ja, dat is een challenge. Wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!